Dames en heren, hartelijk welkom bij een nieuwe aflevering. Zoals je weet, elke dag een aflevering Disneycraft. Dat gaat natuurlijk niet aanhouden, maar we zijn zo lekker bezig. En met Disneycraft 2.0 en we hebben twee mensen en we gaan nog veel meer doen na het intro. Kunt u dat nog een keer halen? Okay, people, let's go to work. En zoals jullie weten is de Simba Coaster vernieuwd en zie je al een kleine blik naar de nieuwe layout. En de layout is vetter, hij is groter, hij is voor de helft groter geworden. Dus dat betekent dat er meer fun is. En wat nou ook zo speciaal is aan de Simba Coaster is dat mijn favoriete achtbaan is. Dus ik vond het heel vet om deze te up gaan graden. En Oscar komt er ook gelijk aan. Wat ik nou ook zie... En wat ik nou mag verklappen is dat er eigenlijk een random keuze wordt gemaakt door degene die de attractie bestuurt. Welke baan er moet gaan winnen. Normaal was het natuurlijk altijd uit mijn hoofd de rechterkant die altijd won. Dus die zat ook altijd vol. maar nu hebben we dus dat random banen winnen. Wat er ook heel leuk toegevoegd is, is dat dus de baan niet alleen maar naast elkaar blijft, maar nog een keer opsplitst en dat je echt onder elkaar doorgaat. Het is fantastisch. Ik ben al bezig met het gebied en er is nog iemand in de server. Er zijn een paar mensen, maar twee daarvan hebben we geselecteerd voor deze Disneycraft aflevering. En die zijn bezig aan een attractie. En leg uit. Jongens, wat doen jullie? We zijn bezig met de Indiana Jones attractie, om die... Nog wat meer scènetjes te geven. En jij ook, Sam? Je hebt ook aardig wat films gezien. Alle films eigenlijk, voor mij. Ik heb ze allemaal op DVD. Op wat heb je? Op DVD heb ik alle films. Kijk, zo hoor je het. Zo hoor je het te hebben, hè. Alles op DVD. Even kijken, hoor. Dan gaan we even... Kan ik naar jou TP'en? Ja. Okay. Oh, we zitten veilig, hoor. Ik vind dat blok trouwens echt heel mooi. Dat blokgras wat ik heb gemaakt. TP Zazel. Want Zazel Erik is ook bezig aan het kanaal. Hello. Of aan het kanaal. Nah, helemaal aan de waard. Aan de waard, hè? Ik ben aan de waard. Ik ben heel erg aan de waard. En jongens, jullie weten het ook dat ik ben er. Waar, zit ik aan vast? Oh nee. Oh, wat ben je nou aan het doen, Erik? Ik ben een keuze aan het maken. Welke beker. Oké. Okay. Welke. Ja, want als we de verkeerde beker kiezen, hè, dan gaat het fout. Dan sterven we. Klopt. Oh, ik zat Indiana Jones. Ja, in het begin zat ik te denken: waar heb je het over? Maar inderdaad, wat apart dit, joh. Gaaf, heel gaaf. Dit hoort natuurlijk bij die scène. Juist. Indiana staat hier ook al met toegetakelde... Ja. Precies. Nee, de achtbaan is echt een heel stoere achtbaan. Ik ben heel blij met deze achtbaan. Omdat het eigenlijk een stukje dark ride bevat. Een lanceergedeelte en er een stuk normaal achtbaan. Dus dat is eigenlijk drie stukken type attractie in één attractie eigenlijk. En dat maakt het awesome. En hier zien we ook de Indiana met Mickey Mouse. En Mickey Mouse kijkt een beetje gespannen, vind ik. Ja, hè? Vind je het gek? Weet je wat voor avontuur die je gaat beleven? Nou... Ja. Nee, en dat hopen we natuurlijk ook aan de bezoekers. Hè? Dat is het belangrijkste als de bezoekers een vette attractie vinden. Zo. Dan ik is hoop het zeker weten de Indiana Jones. Dat wordt echt een fantastische attractie. Jullie zijn lekker bezig. Ik kom nog even spieken, want de grot is aangepast, zie ik nu. Ja. Met Jungle Leaves ook. Heel apart, joh. En wat ik dan zit te denken, als we het over leaves hebben, dan kan er natuurlijk ook... Hoe heet die dingetjes? Sowieso een skelet aankleden met een pruik. Een pruik van... Ja, dat is al fantastisch. Tof. Heel gaaf, heel dus, gaaf. We zijn lekker bezig hier. Heerlijk. Nou, dan ga ik weer terug naar mijn eigen gebiedje. Want ik was bij de Simba Coaster. En wat vinden jullie van de Simba Coaster? Dat is eigenlijk toch wel een klassiekertje geworden eigenlijk sinds de jaren, hè? Mm-hmm. Zo, old school. Dat hebben we wel. We hebben wel onze commentaar over de Donalbaan. Maar ik vind dat de Simba ook wel echt een heel erg klassiekertje geworden in de loop der jaren. En dat is wel gaaf, joh. De enige attractie waarmee je 2 of 1 tegen 1 kan. Eigenlijk wel. Daar moet ik nog. Sam weet nog van niks. Maar zelfs medewerkers weten soms die van dingen af. Maar dat is wel leuk, want dan kunnen we hem even verrassen. En dan kunnen we nog een beetje geheim houden in deze video. Maar wat je net zei, zou ik nog niet te snel zeggen. Oh. Zo. Nou. Nou, voor de mensen die een headset opnieuw moeten kopen, dat kan.
Dat mag u nu gaan doen. Ja, succes. Dat, heel veel plezier. En ik ben even, omdat we een hele grote scène hebben daar, ben ik even wat heel mooi gebied, een beetje mooi gebied aan het maken, wat een beetje aansluit bij de Simba. Is lastig, ik weet het, maar het ziet er ook niet heel erg mooi uit, ik weet het. Nou ja, Sam. Ik vind het op zich, het staat wel leuk, alleen ik denk dat we toch de Disney Tour iets moeten gaan schrappen. Ja. We gaan iets schrappen, dames en heren, dat doen we live in deze video. Ik heb er lang over nagedacht. Er wordt echt de attractie, ja echt waar, er gaat een stuk verdwijnen van het achtbaangedeelte. Van, ja. Nou. Dus wat ik nou ga doen is gewoon de kop eraf. Ja, huppakee. Oh, live on the hoofd doen hier zo. Dan houden wij nog wel een stuk over van de achtbaan. Dus dat gaan we natuurlijk niet weghalen. Dat zou zonde zijn. Dus ik ga gewoon nu even de Disney Tour een beetje inkorten. Zo mensen, en kijk, we zijn hier lekker bezig. Ik ga even de grond aanpassen, want die heb ik ook weer. Maar de Disney Tour wordt dus ingekort, omdat deze attractie maar liefst 12 minuten duurde. Dat is echt ongelooflijk voor een attractie. Ja, dat is gemeten een keer door een VIP, geloof ik. En die, daar waren we nieuwsgierig. Nou, hoe lang duurt die attractie dan? Die duurt echt serieus 12 minuten. En dat is natuurlijk extreem lang. En ja, nu gaan we dus, hebben we wel scènes ingekort. We laten ook het karretje wat sneller gaan. Dus willen we sowieso er een attractie maken van rond de 8 minuten. Dat is ook wel vrij lang. En vrij gaaf, denk ik zo. Zeker. Zeker. Ken je dat niet van dat stukje? Zeker. Van de internetgekken. Van, zo, vindt u dit nou niet shine? Dat was die andere, hè? Dat was een andere. Ja. Zeker. Vindt u dit nou mooi? En dan heel stil aankijken van wat looi nou? En dan, zeker. Fucking echt mooi, hoor. Prachtig, mensen zijn echt prachtig soms. Opmerkingen en zo. Sommigen niet. Prachtige mensen zijn echt prachtig. Zei ik dat? Nee. Ja. Jongen, je begrijpt me toch, aap. Oh. Nee, je begrijpt me, aap. Niet zo doen. Ik ben onschuldig. Ja. Ja, absoluut. Oh, nou ja, hè, oké. Zo, nou, de kop is eraf inderdaad hier. Yeah! Dat maakt helemaal geen moer uit. Ik verdiep me gewoon een beetje in de Arabië dit keer. En ik verbouw gewoon even wat. Maar ik hou de thematisatie aan. Dat was natuurlijk graag bij de Disney. Had je natuurlijk op het einde dat je natuurlijk zo'n rondje ging. Je ging een ronsk. En ronsk. Je ging een ronsk. En dan ging je naar beneden. En dan, dat was awesome. Nou ja, awesome, ja. Het was wel gaaf. Maar nu ga je dus een stuk minder hoog. En gaan we het dak veranderen van zwart naar grey. Zo. En sowieso, Sam, jij bent ook bezig aan een attractiescène. Kan je daar wat over verklappen aan de mensen? Ja, ik ben bezig met het berenbos ook nog een beetje uit te breiden. Het berenbos. Oh. Inderdaad, want er is namelijk wat verdwenen in de attractie. In welke scène, weet je dat toevallig, welke scène daar verdwenen is? Nee. Nee. Oh, nou, oké. Het is doodstil. Ik neem aan dat dit een nee is. Nee, het stukje Main Street is eigenlijk weg. Dat je van boven ziet in het miniatuurstukje. Het had eigenlijk weinig toevoeging. Ik moest eigenlijk Dux dat voorstellen, maar dat is het niet geworden. En, Ja, ja, dat wist ik. Ik was dat wist je niet meer. Nee, dat wist gewoon nog eens. Nee, absoluut. Nou, wel, hè? Ja, nu wist hij het ineens. Oh. Ja, nee. Ik vind het goed met jou. Lekkere boef. Boefske. Ik heb niks te maken hoor. Zo. En die attractie wordt verbeterd. Dus Disney Tour, zeker weten, een hoogtepuntje van onze server. Zeker. Dat zei die prachtige mensen dat altijd, hè? Zeker. Zo, ik ben even aan het slopen hier nog. Terug naar dood. Nou, wat ik niet begrijp is. Waarom parkeer je dit? Zo. Ja, ik probeer even wat te maken hier zo. Kijk hoor. Zo, Het is heel blauw. Het is een beetje anders, ja. Ja, het moest een opening voorstellen, maar dat gaan we niet horen, dus ik doe dit lekker sandstone.
En dan doen we er later nog wel wat van maken. Ja, is zo. Goed. Oké. Dit even slopen zo. Want er stak zo'n heel raar ding uit aan de buitenkant. Maar hij is sowieso, hij is veranderd dus. Hij gaat even kijken twee keer rond om het gebouw. Dat is op zich wel gaaf. Want dat houdt het toch nog wel een beetje een achtbaangevoel. Maar ja, Droomvlucht is ook geen achtbaan. En die gaat ook wel een beetje hard naar beneden. En dat is ook wel gaaf. Het ziet er trouwens leuk uit, dat bos. Ik heb nou al gespoiled. Nou, je komt naar buiten. Excuus. Ja, het was best donker, dus je zag niet alles. Oh, en dan ga je dus hier naar buiten. En dan heb je het eindstuk. En dan kom je aan het einde. Misschien nog, moet er nog een bochtje ingemaakt worden. Ik denk het wel, want ik vind het nog een beetje saai. Dat ga ik gewoon gelijk doen. Gewoon een lekker bochtje. Een lekker bochtje. Een lekker bochtje. Lekker bochtje. Hey, wat ik nou wil weten is, heb je nog een lekker bochtje voor mij? Wat ik niet begrijp. Kennen jullie nog Chocolate Rain? Om geen YouTube reclame te maken, maar kennen jullie dat toevallig nog? Oh ja. Dat is echt oldschool, jongen. Die jongen heeft echt zo'n zware stem voor zijn leeftijd toen. Dat is ongelooflijk. Ja, dat is echt ongelooflijk. Hij maakt nu nog steeds video's, hè? Nee. Ja, ik kijk het minder. Ik heb het nog nooit gezien, maar het schijnt dat hij nog steeds YouTube-video's maakt. Hij heeft volgens mij ook 1 miljoen subscribers nu of zo. Hij heeft heel veel subscribers, klopt. Nou, gaaf man. Taylor Sunday heet hij uit mijn hoofd. Klopt dat? Ja, volgens mij wel, ja. Ja, Taylor Sunday. T-Sunday heet hij. T-Leut. T-Leut Sunday. Gelijk reclame voor een YouTube-kanaal. Nee, maar dat is serieus My Shoes Are Too Big For You. Of Shoes, dat is een nummer van hem. Die is echt een aanrader. En ik heb natuurlijk Chocolate Rain is natuurlijk wel echt een bekendste die iedereen wel moet kennen. Dus als je mensen er denken van wie is dat nou? Chocolate Rain zoeken. Heeft hij gezongen, Chocolate Rain. Chocolate Rain, some stay dry and others feel their pain. En het heeft nog een rap gemaakt met een andere gozer, die vond ik wel wat minder. Met allemaal half naakte vrouwen die dansen in die clip. Ja, dat hoeft voor mij niet hoor. Hoeft voor jou niet. Dat gaat te ver hoor, dat vind ik jammer. Bij jou, of? Nee, dat gaat te ver. Dat gaat te ver? Te ver? Ja, ik moet die paal pakken, kom maar, zo. Ook de paal hier. Paal in nou, je mensen, volgende week dus. Volgende week zitten Erik, Gio, Roby en ik helemaal niet meer in de Sneekraft. We gaan verhuizen voor een paar dagen. Verkassen naar het zuiden. Verkassen naar het zuiden van het land, jongens. Zuiden gaan we heen, ja. En daar gaan we genieten van Rolling Stones, Ed Sheeran, Metallica. Ja, daar ga ik ook niet naartoe voor de Ed Sheeran. Flogging Molly, zeker weten. Mastodon en natuurlijk Limp Bizkit. Oh. Doe normaal met jouw Limp Bizkit, man. Nee, helemaal geen Limp Bizkit. Vroeger was het wel leuk. Keep rolling, rolling. Ik kan je hard doorheen. Maar die Ed Sheeran hoef ik niet te zien, hoor. Dan ga ik naar een andere stand. Inderdaad. Maar, nee, dat puur voor je, omdat Gio en Roby fan zijn, ga ik daar natuurlijk niet bij hun weg. Dat vind ik ook leuk hoe hun genieten. Maar ik heb niks met Ed Sheeran. Dat zeg ik je wel eerlijk. Ik ken zijn muziek ook niet, maar ik heb hem gewoon... Nee, ik ken echt niet, sorry. Dus ik mag er eigenlijk niet over oordelen, maar... Ja, ik vind niks. Broodje maar vind ik lekkerder, vind ik veel lekkerder. Broodje marnaas vind ik veel lekkerder. Gewoon patat marnaas. Patat marnaas vind ik gewoon lekkerder. Lekker. Ja. Gewoon lekker. Gewoon lekkerder. Ja, Oscar, wat is er nou toch elke keer? Je hebt vorige keer al in de video gepraat. En wat is er nou toch? Tim ook, is er ook bij Kiki. Het is altijd de vaste mensen. De mensen die je gewoon in de meeste video's zien, zijn gewoon de mensen die gewoon keihard, diehard spelen. Natuurlijk alleen de Vips nu. Hè, Vips? Hey. Ja. Oh, dat waren de Vips. Oh, ik heb de uitgang gesloten. De uitgang van de Disney Tour wordt helemaal anders, let op. Er gaat namelijk een pad. En die gaat... Moment, ik ga het gewoon fixen. Even wat commands uitvoeren. Zo. En zo. Hebben we dat nou goed gedaan? Oh, wacht. Halalala. Halalalalalalalala. Zo. Er komt hier een paadje uit. En dat paadje dat loopt... in de richting van...
iets heel vets. Mensen gaan namelijk uit de Disney Tour, gaan ze door een gethematiseerd stuk landgebied. En dan komen ze aan bij een Main Street. En dat Main Streetje is echt een Disney Main Street. En dat wordt fantastisch, want daar kan je dus echt maar popjes kopen, toys, maak het uit allemaal. Leuke frutseldingetjes. Oh, altijd leuk toch, frutseldingetjes? Dat is nooit mis. Maken we hier altijd even leuk. Een vierkant plein van? Zo, dan gaat Blobelet volgende keer wel even uitpluizen. Die is heel goed met palen altijd. Ik ben er iets minder in. Tim. Echt zo is het, echt zoiets. Jongens en meisjes, we zijn op pad in de safari. En we hebben hier een wildvreemde Flappy Bird gevonden. Oh shit, hé. Hey. Hij gaat aanvallen. En een Oscar. Een enge Oscar. En een... kakwang. Het is een kakwang. Dan weet je precies over wie ik het heb. Grappie. Grappie. Altijd grappie. Zo. Nou, ik kom nog even kijken bij Sam. Sam. Hallo Sam. Oh, Sam is hier. Dan kom ik even kijken bij Erik. Sam. Voordat we de video afsluiten. En Erik is ook nog heerlijk even heerlijk. Oh, en thematiseren hier ook. Van de attractie van de Indiana Jones. Dus, hallo. Oh, hallo. Hallo. Erik is heerlijk bezig. Super. Yes. Nou, Erik. Aan jou de taak. Vincent. Sluit jij de video af. Sluit mij de video af. Oké, vond je het een leuke video? Vergeet dan niet te liken, te reageren en te abonneren. En vergeet zeker ook niet Disneycraft 2.0 in de gaten te houden. Want dat wordt awesome. Thanks. Doei doei. Doeg. Adios. Doei.